Welkom bij aflevering 2 in 2020 van Betaald TV. In deze aflevering gaat het over dubbele beveiliging in vaktermen Strong Customer Authentication. Wat er gaat veranderen met de nieuwe wetgeving is dat er veel meer authenticatie gaat gevraagd worden. De fraude hebben jullie op heel veel plekken hebben jullie gedicht. Hoe is dat de afgelopen jaren heeft dat zich ontwikkeld? Nou, je ziet dat de online fraude wel enorm is toegenomen. Meer dan 90% van onze fraude betreft online fraude. Als er meer authenticatie gebeurt en die authenticatie gebeurt op de juiste manier, dan gaat het heel moeilijk worden voor fraudeurs om daar nog door te geraken. Ja. Het is natuurlijk wel zaak dat de webwinkels in actie komen. Handelaars die niet in orde zijn en die niet de 3DS-weg gaan volgen, Die gaan gewoon een gewone transactie in autorisatie doorsturen. En de bank die de kaart heeft uitgegeven, gaat dan een antwoord geven van nee, probeer nog maar eens, maar ga eerst de autorisatie. Wat heet dat? Dat heet de soft declines. Klanten kunnen zich ook in de app een goedkeuring geven voor een online betaling. En onlangs hebben we ook goedkeuren middels biometrie doorgevoerd. Dus vanaf oktober dit jaar zullen we de partijen die enkel nog maar die 3DS1 protocols gebruiken, die zullen een hogere prijs betalen dan de anderen. Ja. Oh ja. En wat doe je dan? Nou, samen een planning opstellen, samen kijken wat betekent dit nou precies voor de Nederlandse situatie? Wat voor afspraken maken we dan om het die webwinkeliers zo simpel mogelijk te maken? Dus ik wil toch vanwege mezelf en vanwege Mastercard zeggen Nederland, Netherlands, douce point.